In het Van het Lindenhout Museum in Nijmegen konden kinderen zondagmiddag oorlogsvoer komen proeven. Het doel was om kinderen kennis te laten maken met maaltijden uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen kregen een verhaal over de ontwikkeling van voedsel en hapjes en drankjes voorgeschoteld. We hebben eigenlijk hapjes door de periode, zeg maar, de verschillende oorlogsperiodes heen. Dus we beginnen met een hapje aan het begin van de oorlog. Nou, dan wordt het toch wel een beetje saaier qua ingrediënten, minder variatie. We beginnen met een krachtrondje. Dat heeft een hele volle smaak. Daar zitten namelijk ingrediënten in die ook wel echt een beetje veel vet bevatten. Dan gaan we door naar een hapje van 2 jaar later, dus uit 1942. Kruidkoek. En dat is een hapje wat heel lekkere smaakjes heeft, want er waren nog wel wat specerijen. En we gaan nog een wildplukthee drinken van rozenbottel en goudsbloem. Dat is echt een mooie kruidenthee. En we eindigen met een tulpenbollenkoekje. Nou, in deze regio is nauwelijks honger geweest. Het eten was hier wel heel eenzijdig, dus er was weinig variatie, zeker aan het einde van de oorlog natuurlijk. Maar hongersnood is hier niet geweest, dat is alleen in het westen van het land geweest. Dus wij hebben hier in deze regio, dus in Nijmegen, hebben wij geen tulpenbollen hoeven eten. En natuurlijk moet de verslaggever dan zelf ook even proeven. Nou, het smaakt naar speculaas. En het smaakt niet onaardig. Maar ik zou niet zelf thuis eten.